wel tegen kinderen. Obama staat tweede termijn. En zaalvoetbal steeds populairder. Goedenavond en welkom bij deze nieuwe uitzending van het 10 Minuten Jeugdjournaal. Fofong, Pai Pai of Ritigo. Wie niet horen wil, moet voelen. In ons land worden veel kinderen nog met de harde hand aangepakt. Ouders vinden dat praten alleen niet helpt. Het ministerie van Onderwijs vindt van wel. En om dit duidelijk te maken is zij vandaag een speciale campagne gestart. Stop geweld tegen kinderen. Ja, oppak slaag geven valt onder geweld. De kinderen van het tv-programma Kimmiesland laten de boodschap zien. Niet slaan, maar praten. Ja, daar draait het om bij deze campagne. Het gaat erom dat opvoeders, dus ouders en verzorgers, leren om hun kinderen niet te slaan. Want dat gebeurt nog veel te vaak. Ik krijg het wanneer ik lieg, wanneer ik gewoon uit huis ga, wanneer ik mijn broertjes sla. En soms wanneer ik eten stil. Wanneer ik mijn broertjes sla of gekke dingen met hem doe, dan zegt mijn moeder, je moet hem niet slaan, hij vindt het niet leuk. Mijn vader ook, dan gaat hij me schreeuwen of soms slaan ze me. Vroeger heb ik wel een pak slaag gekregen. Mijn moeder is een vrouw althans. Ze gaf je 3 keer een kans. En soms had je van na die 3 keren, zag je dan dat ze niks deed. Ze sprak gewoon. Dus soms deed je die dingen opzettelijk. Maar als die stok erbij kwam, dan was het wel anders. Mevrouw Mirjam Irving is kinderpsycholoog. Ze komt wel elke dag in aanraking met kinderen die geslagen worden. Slaan, dat is een middel dat opvoeders gebruiken om hun kind beter te leren gehoorzamen. Hun kind moet naar hun luisteren, waardoor er met de hand of met een voorwerp het kind geslagen wordt, het kind geraakt wordt. En soms op de hand, soms op de bil, soms op een andere plek. Maar de bedoeling ervan is dus om het kind ander gedrag te laten zien, gewenst gedrag te laten zien. Ik heb heel veel ouders die ik hoor zeggen van slaan helpt. Ik weet dat slaan werkt, maar dat het eigenlijk het kind op dat moment doet wat er gevraagd wordt. Maar wat je met slaan doet, is eigenlijk het kind bang maken. En als een kind bang wordt, dan voelt het zich ook niet meer vrij om zijn gevoelens te uiten. Op school zijn deze kinderen dan vaak teruggetrokken en stil. Na een maand zal deze campagne geëvalueerd worden. Dan zal er gekeken worden of de boodschap begrepen is. En of het praten dus heeft geholpen. Barack Obama is voor de 2e keer gekozen als president van Amerika. Vandaag wordt zijn nieuwe termijn groots gevierd. Gisteren legde Obama zijn officiële eed af. Please raise your right hand and repeat after me. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. De president van Amerika moet altijd, voordat hij begint met zijn werk, deze eed afleggen. Hierin belooft hij dat hij zijn werk goed zal doen. Een groot voorbeeld van Obama is Martin Luther King. Vandaag wordt Martin Luther King in Amerika herdacht. Het is dan ook niet toevallig dat juist vandaag Obama viert dat hij voor de 2e keer tot president is gekozen. Martin Luther King was de rechter van de zwarte mensen uit Amerika. Ik heb nog nooit Martin Luther King gehoord. Martin Luther King was opgekomen voor de negers in Amerika. Martin Luther King heeft gevochten voor de zwarte mensen. Ik weet niet wie Martin Luther King is. Martin Luther King is heel bekend geworden omdat hij vroeger streed voor gelijke rechten voor donkere mensen. Hij gebruikte hierbij geen geweld. Veel mensen zien hem daarom als voorbeeld. Ieder land heeft wel een Martin Luther King-straat. Will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Obama is de komende 4 jaar nog de president van Amerika. Daarna mogen de Amerikanen opnieuw stemmen. Het is snel, het is intensief, het is spannend. Zaalvoetbal wordt steeds populairder bij de Surinaamse jongeren.
De scholencompetitie had dit jaar een record aantal inschrijvingen. En zaterdag was de eerste wedstrijd. Go, Arthur, go! Vleters, vleters, vleters! Maar liefst 41 scholen doen mee met in totaal 65 teams. Vorig jaar waren dit nog maar 37 scholen met 41 teams. Maar wat trekt nou al deze jongeren aan om zaalvoetbal te gaan spelen? Het leuke aan deze sport is dat je dus niet alleen ervoor bent. Je bent een beetje met je team. Dus als je zenuwachtig bent, kunnen ze je motiveren en zo. Het is niet dat je alleen ervoor staat. Het is een teamsport, dus je doet het met de... Ja, met meerdere mensen. Het is gezellig erbij. Wat ons een goed team maakt, is eenheid, samenspel. Samenspel, we luisteren naar elkaar. Discipline. Ja, dat is het. We hebben eenheid. We hebben heel hard getraind hiervoor. En ja, onze ambitie. De wedstrijd was erg spannend. Het team van het Hogendoorn Atheneum nam het op tegen Mulo Geijersvleit. Ze gingen gelijk op. Als het ene team scoorde, scoorde het andere team daarna weer een doelpunt. Ze waren zelfs zo aan elkaar gewaagd dat de eindscore 3-3 werd. Maar of ze tevreden waren? Nou, we hebben hard gewerkt. We hebben ons best gedaan, we hebben gescoord. Ja, onze tegenstander heeft uit onze fouten doelpunten gemaakt. Ja, jammer genoeg 3-3. Het ging redelijk. Maar we hebben een aantal kansen niet benut die wel heel erg belangrijk waren. Gelukkig hebben ze nog meer wedstrijden dit seizoen om hun prestaties te verbeteren. En met dit zaalvoetbalnieuws zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending. Maar je weet het, we zijn er morgen weer 10 minuten lang. Doei doei! Thank you.